Ik heb weer een mooi verhaal gekregen van Tom Veen. En zoals je weet, copyright bij hem. Merel en de bij. Zolang zich de mensheid kan heugen, zijn er meisjes die niet willen deugen. En een van die meisjes was Merel Galan. Ze kneep echt in alles waarin dat maar kan. Ze kneep in de appels, ze kneep in de peren. En ging ze naar Blijdorp, dan kneep ze de beren. Ze kneep in de neus van de man in de straat, maar ook in de billen van tante Agaat. Ze kneep in de tenen van meester Van Wissen. En als ze de kans kreeg, in tropische vissen. Iedereen vond het een grof schandaal. Maar ze kon het niet laten. Zij vond het normaal. Toen kwam er in ene een bij op haar pad. Streek neer op de tafel waaraan ze toen zat. Ze tilde haar hand op en wilde hem grijpen, zodat ze eens lekker die bij kon gaan knijpen. De bij zei: als je mij knijpt, dan zal ik dat wreken. Je kunt erop wachten, dan zal ik jou steken. En Merel zei: bijtje, wat laat je me schrikken. Ik vind jou toch lief. Toe, ga me niet prikken. Ik zal je niet knijpen. Ik zal je niks doen. De bij was tevreden en gaf haar een zoen. De bij dacht eens na. En zei: luister, mijn schat. Van nu af aan gaan wij dan samen op pad. Wij knijpen en steken alleen stoute kinderen. En echt, er is geen mens die ons dat kan verhinderen. Ze staken en knepen, de zoon van de slager. Die wou maar niet eten en hij was al zo mager. Ook knepen ze en staken ze Ansje Versprillen. Die heel erg verwend was en haar hart zat te grillen. En toen op een keertje Martijn van der Pool. Die was aan het schreeuwen: ik wil niet naar school! En laatst nog die tweeling, Jan Jaap en Jan Joep. Die waren aan het zeuren van: wij willen snoep! Dus denk eraan voortaan en maak geen stampij, anders komt Mereltje Knijp met haar bij.